Hier in mijn zin in een nus dat ik bezig ben met de bouw. We zijn in de streken van Balen. Zeg Claude, ik zie dat er hier tekens in die murgen met zijn dat je bezig zit. He, dat zijn tekens. Hoe noem je dat, die tekens? Runs. Dat zijn een manier van te wensen dat mijn familie van langs roter kan. Ah ja, het zijn verschillende... Ja, het is als een migeling van rode brik en helve brikken. Ja. Dus hier in de streken van Balen, dat is hier het Oetland. Ja. En he, hier gebruiken ze rode brikken. Ja, in de tekenzin met helve brikken. Ah ja. En als je naar de zee gaat, het is een contrarie. Ja. De tekens zijn een rode brik en de muren zijn een helve brik. Ah ja, in Blootland is het anders of hier. Ja. Als je naar Onschoten gaat, het is een contrarie. Ja, inderdaad. Zeg Claude, krijg je advies van de vereniging Iserhoek voor dat hier te bouwen? Iserhoek, dat is een goed... Ze bedrukt een boek. Ja. Die willen adviezen. Ja. Die willen adviezen geven. Om te beginnen, ik wist niet hoe begint. En ik kan al de boeken van Iserhoek lezen. En zijn al getekt de verschillende maten van al de moerbalken en de kinderbalk. En zo, ik kan de begint met een goede structuur, zonder risje te nemen. Ja. Dus ga je laten adviseren door Iserhoek, door de associatie Iserhoek, die daar veel ervaring mee heeft, met de restauratie van hoe de scheuren en hoe de kapel. Ze vermaken ook hoe de kapel. En we kunnen gewoon om te leren hoe van... kalei te plakken en hoe de huis te vermaken. Ga je daar soms gaan kijken hoe dan zit je dat doen als je dit hebt? Ik zou geen, maar ik heb geen tijd. ik passeer meer tijd in Nederboeken op de plekken. Dus hij informeert u via Nederboeken. Ja, dus en ik ontvang ook veel nieuws. Like nu, ze zijn bezig met... En hoe de scheur te vermaken. Ik weet dat ze gewoon advies geven om een breuk, als je een probleem hebt op een muur, ze gewoon uitleggen hoe dat je moet dat vermaken. Ah ja, dat is interessant. Ja, dat is een stieve goede associatie. Het is jammer dat een zulke associatie dat niet in onze streek hier. Het is meer Iserhoek, dat is de naam van het boek. Maar het is meer op het noorden van... Het is de andere kant van Kassel. Ja. Voor ons, het is een ander land. Is het waar? Is dat zo... We zijn nog blijven in onze kleine... En hier, Balen, dat ligt hier niet zo ver van de schreven. Ga je er meer naar België toe voor informatie... Lekker voor je bouwmateriaal, voor het materiaal te kopen. Ja, al mijn bouwmateriaal komt van de kleine streek hier. Ah ja. Dus voor de balken, dat komt van Poperingen. Ah ja. Van Beheid. Dat zijn twee die het me veel geholpen. Ah ja, Ivan Beheid. Je kent? Ja, ik ken het. Er zijn twee die de maten hadden om de balken. Het was de maten van over dit. Ja. En nu, als je balken koopt, zijn niet dezelfde maten. Ja. Toen, en het moeten al mijn balken moeten zagen in de lengte om de goede maten te kennen. En dat is speciaal aan macht voor jou, die maten. Want dat zijn geen standaard maten. Nee, dat is geen standaard. Ja, het is juist. Over dit was misschien een dum. Met dum maten. Een dum. En nu het is een centimeter, dan het is een verschil tussen de twee maten. Ja. Zeg Claude, en als je toen naar België gaat, naar Beheid of naar Petersteen, klap je toen Vlaams met minder?
ik doe mijn best. Of klappen ze er Frans tegen? We hebben een akkoord. We zijn een akkoord gekomen. Om hoe meer dat ik Vlaams zou kunnen klappen, hoe beter dat zou zijn. Dus dat zijn woorden dat ik niet al ken. Ik zei in Frans. En dat had ze zie er ook woorden dat ze niet kunnen zijn. En we kennen nu zo wel verstaan. Me klappen kan niet zijn Nelt, Frans, Nelt, Vlaams. Het is meer Vlaams, maar altijd me moet in Frans Frans klappen. Dus hier zijn wel mensen die er stiefvele interesse in hebben, hè? In die Vlaamse talen. En in dat erfgoed. Ik kan zeggen, ik kan dat zo geïnteresseerd zijn in mijn streken, in mijn manier van te leven. Ik wil overnemen totdat mijn ouders hem gegeven. En toen, ik wil ook niet meer daar gaan zijn, ik wil laten het, in mijn kleine streek, in mijn kleine mogelijkheid, ik wil laten het wat die gaan kort gaan doen aan het land. Ja. Ik zie dat hier zo'n petamarkt hebt. Die ja, pet. Een petamarkt om eens de putten en paden te kunnen krijgen. Ja. Maar ik zie like, dat er geen water in staat in die petklode. Hoe ga je dat doen voor dat water in ton? Bij het water kan je draai blijven doordat het land is niet waterdicht. Toen ik gewoon delven, we zien in de klitten, ik kom met de klitten plakken op de hoevers om ze waterdicht te maken. Ah ja, dus je had dat eigenlijk beplakken met klitten? Ja. Je had dat een beetje verder uit aan die aarde, over die klitten, en erop smeren. Het had een water inkomen van tak van tussen misschien. Al de rennenbussen had mijn pet. En achternoot, als er te veel water is, gaat over een riool, vulpetten. Ja. En dat is voor punten en paden. Voor paden. Ja, en ik kan ook een beetje wijden. En je familie, zaten er door timmermans? Mijn vader was mijn moederkant. Hè. Mijn vader was een timmerman. Ah, je vader was een timmerman. Ik was 12 jaar oud. Dat ik liep op de dak van de vreemde huizen met mijn rotvader. Me doe het maak anders hoe de kotjes die gemaakt werden van de Amerikaans achter de eerste wereldoorlog bal het vernietigen. Balen wel al volledig plat hè? Het platte leiden was. En toen het was al huizen met oud, met barak me zeiden. En in het jaar 70, mijn roodvader ging overal om nu de barak te krijgen, die uit Makanders worden, en om de loftingkots te maken. En toen ik ging met mijn roodvader om loftingkots te installeren. Dus loftingkotjes eigenlijk. Zijn veel loftingkotjes. Nu nog? Stonden er nog ja, die gemaakt werden met de barakken van de Eerste Wereldoorlog. Had dat altijd met je ouders geklapt, die Vlaamse talen? Of niet? Of was dat ook al in het Frans toen nog? Met mijn ouders was dat al in het Frans. Ja? Ja. Het is niet lang geleden dat ik heb begonnen met mijn vader van Vlaamse klappen. Mijn vader had een jong was. Ze hadden gezegd dat ze moesten Frans klappen om wel te horen. Ik verstoor niet in het begin dat ik de lessen geef naar Bal. En ik verstoor niet waarom ik wilde Vlaams doen leren. En achternoos en ze komt. En ze komt aan de les en was blij van te kunnen weer klappen met moten met andere leerlingen. Ja. En je moeder klapte, zei je ook Vlaamsje, je moeder? Mijn moeder verstond, maar ze net nooit te klap. Nee, hè? Bij zijn familie was meer op het einde van Balen, maar de kant van Stench. Stench. Ja. En Stench zijn
nooit de Vlaamse klap naar nee? Steinstinwerk. Dat is zijn Picardische geklapt. Mo. De Stefan Bal is afgedeeld aan twee kanten. Ja? De kant, in de kant van de België, het is Vlaams. En de kant van, aan de andere kant van de spoorweg, dat is Walsh. Walsh, moet zijn. Ja, maar de spoorweg was eigenlijk een frontier, een grenzen, een frontier, een grenzen, een schreven. Ja, het is een schreven, ja. Maar, ah ja. Ja, met mijn roodvoerder op de kant van mijn moeder, aan mijn hong naar Steenwerk, mijn roodvoerder klapte een Picardische. En me kwam in de, langs de schreven, in de, langs de België. Mijn roodvoort kende ook Vlaams klappen. Dat was dat oud van waar dat me ging. Ja. Dus ik kust het eigenlijk alle twee, hè? Ja. Eh? Maar hij kunt verzekeren ook alle twee, hè? Nee. Nee? Maar hij klapt toch wel redelijk goed Vlaams, hè? Je verstaat alles, hè? Ja, maar dat is van les geven. Je moet veel lezen en verbetering doen. Anders is het niet bekwam van les te geven. Ja. Dus hij heeft lessen. Had hier een associatie opgericht, hier in Belle? Ja, het is een associatie. Het is VTIB. Dat wil zeggen Vlaamse taal in Belle. Ja. We zijn een stuk van 30 leerlingen. Ja. Of hele 30? 30. Ja. 30 leerlingen, dat zijn nog wel. Hè. En die, hoe lang bestaat die associatie Vlaamse taal in Belle? De associatie oprecht een jaar geleden. Maar mijn bestaan van sinds een stuk of 8 jaar. Ah ja. 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 Maar nu, voor de cultuur, Vlaams moet blijven in Frankrijk. Mm-hmm. Als we Vlaams verliezen, niemand gaat nooit Nederlands kennen. Ik weet niet dat de mensen gewoon geïnteresseerd zijn in Nederlands. Het zijn er, zeker, maar niet genoeg om Vlaams te sauveren. Dus wat hij nu zegt is eigenlijk, we moeten dat Vlaams blijven monden en cultiveren en opnieuw leren. En misschien doordat ze Vlaams kennen, gaan ze misschien, als ze naar België gaan werken, Nederlands leren.